Ik ben Ciska Westerlaken. Ik werk sinds 1994 hier in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. En ik ben werkzaam als kinderarts en endocrinoloog. Zal ik je nog even gaan meten? Ja. Ik zie vooral kinderen met hormoonstoornissen. Dat zijn stoornissen bijvoorbeeld in de groei, in de puberteit, in de bijnier, schildklier. Maar ook een hele groep kinderen met diabetes, met suikerziekte. 37. Kinderen groeien, kinderen ontwikkelen. Maar kinderen zijn ook heel eerlijk. Kinderen die zeggen wat ze vinden of die doen niet wat ze niet willen, die zijn heel eerlijk. Kinderarts is eigenlijk alles. Dus dat vind ik geweldig. De pubers zijn natuurlijk het prachtigste. Die willen vaak helemaal niks. En ja, de uitdaging is om ze toch mee te laten denken en dat ze toch de ziekte een plekje geven. En met suikerziekte moeten ze dat. Het gaat niet over, dus ze zullen moeten spuiten, ze zullen dingen moeten doen. Ja, dat willen ze vaak niet. En als je ze dan zover krijgt dat ze het gaan doen, ja, dat is echt een prachtige uitdaging. Elke keer weer. Ja, de nog betere bloedsuikers proberen te krijgen. Ik heb één grote wens. Mezelf overbodig te maken. Dus ik hoop ooit dat diabetes gewoon genezen kan worden. Dan is het, ja, zijn we niet meer nodig. Dat heb ik er voor over. Dan zoek ik wel weer wat anders. Ja.